I'm good. How are you? I'm fine. I have some injuries with my my health. My health was not good, and I have some injuries with my lungs. So I must cancel the fight. So I cannot fight this this time. I was really sad and really feel very bad for it. Also for Jamal, because he also won this fight. Me also won this fight. And it is, it cannot have be make possible now. So I don't know. You know, I'm a champion, and if they want another champion, they first must beat me. But I don't know. They will go to my management and ask if they, for a fight. But I fight everyone. If everything is good, I fight everyone. So we will see. And now, whatever happened to back in line for Simon Marcus? Yeah, I don't know. You know, I talk for my also for my brother. We thought that he was stand back in the line. There's many fighters who wanted that belt for my brother. And I thought he must get back in line, but they gave it to Simon because he has a big mouth. We will see. This time he's going out. You will be in your brother's corner? Yeah, of course. If it's possible, I'm always in his corner. But sometimes, you know, we talked about each other with each other, and then I stay home. But most of the times I'm with him. Yes, Glory Copenhagen, Glory 40, 29th of April. Jason Wilnes versus Simon Marcus, second time. Are we gonna go for a KO this time? Yeah, of course. This time my brother will destroy him. He will not win. He will destroy him and by knockout. Last time, Simon Marcus, he couldn't handle your brother. Yeah, this is the last time that Simon Marcus wanted to say Jason Wilnes. Did you already go talk to Remy there? Remy Bonjasky, ask him some questions? No, Remy Bonjasky is a good guy. Yeah, let's go to Remy. He's a good guy, you know. I will interview Remy. He is a champion, you know. He is a true champion. Everything what you have in kickboxing, he already have it. So. Nee, man, dat doe ik niet, man. Nee. Wat wil je horen? Wat wil je horen? Moet je zo van de ring in? Oké, thank you for the interview. Hello you guys, hello fans out there. It's Remy Bonjasky. Was that necessary? Is it your fight? Ja, goed. Ciao ook. Ja, ik ben lekker met die kinderen van me, van de gym. Zijn we lekker Galatje aan het bezoeken. Colosseum, ja. We hebben er vandaag 12. Ja. Tot nu toe heeft er eentje verloren van de 7. Dus dat gaat goed. De andere 6 gaan door. Dus we gaan het zien. Ja, ik zou eigenlijk tegen Jamal vechten op Glory in Brussel. Maar ik had wat gezondheidsprobleempjes. En dus we konden mijn partij niet doorgaan. En ik vind het heel jammer. Want ik doe het graag. En ik was ook goed bezig met heel hard trainen. Zoals je kan zien, ook wat lichter geworden. Maar toen kreeg ik problemen met mijn gezondheid en moesten we het afzeggen. Ja, ik had wat problemen met mijn longen. Dus aan het herstellen. Het zit er nog steeds en het is nog steeds niet voorbij. Ik zit aan de medicijnen en onder controle. Elke week ben ik in het ziekenhuis komen, dus we zien het wel. Het gaat wel. Is het behandelbaar? Ja. Die kleintjes, hè, die vinden het fantastisch natuurlijk, hè? Ja. Nog steeds, ja. En bij Infusion. Zodra hun komen met een aanbod en ik ben volledig hersteld,
verdedig ik hem graag. Ja, volgens mij Koen Loen, die had ik zoiets van begrepen. Dat ze zijn gestopt met heavyweights. Maar die Fusion niet. En die gaan ook wel komen in de toekomst. Dat ligt echt niet aan mij. Ik was wel druk met mijn wedstrijden. Ja. En heel eerlijk, Glory krijgt dan voorrang. Als ik een partij heb op Glory. Maar ik denk niet dat dat het geval was. Ik denk dat er gewoon even geen goede tegenstander was, denk ik. Of een waardige tegenstander. Of dat we hun er zin in hadden. Ik weet niet waar het aan lag. Aan mij ligt het niet. Ja, ze mogen allemaal komen. Mij maakt het niet uit. Ik bedoel, ik ben een vechter en ik kies mijn tegenstanders niet uit. De organisatie maakt de match. En als we een match maken en alles is akkoord, dan vecht ik. Wij hebben het wel geroepen van get back in line, weet je, er zijn zoveel die het willen. Maar Glory hebben en blijkbaar wil. Ja, en hij doet het gewoon heel goed, hij praat heel veel. Trash talk. Maar ja, daardoor heeft hij nu wel zijn kans gekregen. Terwijl ik vind, dat, en mijn broertje zelf ook, dat een ander een kans maakt die dat toernooi wint of wat dan ook. Maar nu, en hij heeft heel veel praatjes gehad. Wij praten niet zoveel en mijn broertje ook niet. Maar ik wil Duffy te verzekeren dat hij dit keer hem gewoon naar het kamp vastslaat, dat hij even niet meer opstaat. Knockout. Gewoon een zware knockout. Ja. Is 29 april in Kopenhagen. Ja, de artsen hebben gezegd dat ik sowieso 3 maanden moet herstellen. Nou, er zijn nog geen 2 weken voorbij. Dus ik ben. Zoals ik zeg, 2 weken geleden werd de diagnose gesteld dat ik iets met mijn longen had. En ik zit nu een beetje op een wolk, hè, want ik mag niet trainen, ik mag niks. Dus, Jamal die baalt. Ja, ik snap dat het voor Jamal baal is, maar ik durf te wedden dat Jamal ook mij begrijpt. Dat ik het niet mag en kan doen. En ik heb niks tegen hem en hij waarschijnlijk ook niks tegen mij. We komen elkaar een andere keer tegen, heel simpel. Ik zit nu op de 110, precies. Ja, ik ben wel nog steeds zwaar. Maar wel lichter. Wat zeg je? Ja, ik blijf gewoon heavyweight. Maar we waren, zoals ik zeg, bezig met trainen. Ik was al zeker vanaf begin januari was ik al bezig voor deze partij aan het trainen. We waren al 6 weken in voorbereiding en was goed afgevallen, goed aan het trainen, begonnen echt scherp te worden en toen kregen we slechte nieuws. En hier is mijn trainer erbij, die kan heel veel goede antwoorden beantwoorden. Wat moet ik zeggen over mijn trainer? Iedereen zal dat zeggen, maar bij ons is het echt gemeend. Het is een familieband, ik zie hem net als een vader. Ik ben mijn vader dan helaas verloren, half jaar geleden, maar ik heb hier nog een vader bij me, snap je? Ja, Danny de Vries en Daan Kortland, mijn broertje, we zijn met z'n vieren, zijn we gewoon een heel team. We zijn gewoon echt een hecht team, een echte familie. Heel veel leuke jongens bijgekomen, Mo, grote Mo, Tijani, allemaal goede jongens en we zijn echt een team. Dus wat moet ik zeggen over mijn trainer? We zitten op 1 lijn en als hij tegen mij zegt doe A, doe ik A. En als hij zegt doe B, doe ik B. Heel simpel. Dankjewel. Blijf dit volgen en jullie gaan heel veel goede dingen zien van ons. Ik wil echt even wat zeggen, ze loopt nou weg. Maar dit is echt een talent. Sientje heet ze. Dit is echt een talent. Hier gaan jullie in de toekomst nog heel veel mee te maken hebben. Dit is Sien. Niet doen! Waarom doe je dit? Doe even normaal. Ik kan niet praten, man. Praat even hier. Kijk. Nou, zoals jullie zien, ze is een beetje verlegen. Maar dit is echt een talent. En hier ga je nog heel veel van horen. Ja, stel je even voor. Nee, ik ga maar. Huh? Ja, wat moet ik. Ja, schaam zich. Kom. Nou, dit is Sientje, zoals ik net zei. Stel jij even voor. Ben je nou serieus? Ja. Nou, ik ben Sientje, ik ben 16 jaar.
Ik train bij hem. Wie is train bij de Colosseum. Wie is er van ons? Evi, nou. Ja, we hebben mij. En hoeveel partijen heb je gevochten? Zonder kap 3. En met kap? 26. Nou, dus heel ervaren. En ja, ik ben niet heel goed in het interview, maar ik weet wel dat we hier nog in de toekomst... In de toekomst gaan we hier heel veel nog van horen. Hè, Sientje? Hartstikke bedankt! Dit is ook een andere strijder van me. Dit is Obaida. Stel jij even voor. Ik ben Obaida, ik ben 8 jaar en ik train bij de Colosseum. En hoeveel partijen heb je gevochten? 5 nu. 5 partijtjes, nou. Goed hè, en vandaag gaan we door. Hè? Je hebt al 2 keer gewonnen vandaag, hè? Ja. Goed zo, jongen. Ze durven allemaal niet. Kijk, ze durven allemaal niet. Roep ze erbij. Ja, ze roept. Maar ik moet ook nu gaan coachen. Dus nou doen we straks nog even wat leuks. Yes, peace. Dankjewel voor jullie tijd.